Door de gladheid vonden er in de regio diverse ongevallen plaats. Op de Gastelseweg in Roosendaal slipte woensdagmorgen een auto en kwam vervolgens tegen een boom terecht. De bestuurder zat bekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Woensdagmorgen werd de A29 tussen Dinteloord en Willemstad afgesloten na een ijzelbui. Wegens de aanhoudende weersomstandigheden en de daardoor ontstaande gladheid hebben onder andere de gemeente Roosendaal en Moerdijk besloten om extra gladheidsbestrijding in te zetten. Woensdag werden in Roosendaal naast het hoofdwegennet en de wijkontsluitingswegen ook de gladheid in de woonstraten bestreden door het strooien van nat zout. Met 6 strooiwagens ging Saver vanaf 7:30 alle huisvuilroutes behandelen en ook de overige straten en woonerven werden meegenomen. De gemeente Breda zegt juist dat strooien geen zin heeft omdat het te koud is. Bij min 8 graden werkt het zout niet meer, aldus een woordvoerder van de gemeente Breda. Dan weer andere problemen in Breda, want het afbreken van de kunstijsbaan op de nieuwe haven in Breda verloopt een stuk moeilijker dan verwacht. Door de aanhoudende vorst ontdooit het water niet. Normaal is het uittrekken van de stekker genoeg om het water te laten dooien. Nu moet het ijs met behulp van pekelwater worden losgebikt. Het afbreken gaat daardoor iets langer duren. Zwervers en daklozen in Breda, die ondanks de strenge vorst toch de nacht in de buitenlucht doorbrengen, zullen van straat worden gehaald en verplicht worden opgenomen in de nachtopvang. De hulpdiensten hebben overleg gevoerd en het regime voor de nachtopvang is dus aangescherpt. In Etten-Leur werd er woensdag geen huisvuil opgehaald. De vuilnismannen gingen woensdag wel op pad, maar ze moesten hun werk vanwege de gladheid staken. In Bergen-op-Zoom kan er nu ook geschaatst worden op de Binnenschelde. De ijsdikte bedraagt inmiddels 8,5 centimeter en het ijs is veilig verklaard door de gemeente. Begin van de week werden er nog waarschuwingsborden geplaatst nadat 3 mensen ternauwernood uit een wak konden worden gered. Woensdagmiddag werd er natuurlijk op meer plaatsen geschaatst in Brabant, zoals hier op het prachtig gelegen Staalbergven in Oosterwijk. Het is geweldig. Ja, ik moet zeggen, ik was hier zondag en toen was het ijs wat gladder, wat beter. En nu heb je hier een halve cirkel. Het is lekker rustig, dus het is mooi. Okay. Ook de militairen maakten van de nood een deugd. Zij oefenen in het besneeuwde Masbos ten zuiden van Breda. De komende dagen blijft het aanhoudend winters. Overdag is er veel zon, in de nacht vriest het matig tot streng en overdag ligt de temperatuur rond het vriespunt.